Ik heb wel gehoord van jou. Ik heb gezien wat voor auto jij rijdt. Ik vind 500 veel te weinig. Zet er maar een paar nulletjes achter, vriend. Yes! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Scèneschoppen. De serie waarin we nietsvermoedende voorbijgangers gaan overvallen met een scène uit een film. Hi, mag ik jullie wat vragen? Ja. Wil je dit alsjeblieft even voor me vasthouden? Thanks. Dat ligt eraan. Hoezo? Nou, als hij ontploft of zo? Nee, er zit niks in. Oké, deze guy. Kan je dit alsjeblieft voor me vasthouden? Ik moet heel even naar de wc. Dankjewel. Ja. En 3, 2, 1, actie! Oh, hij vindt het leuk. Hallo. What's up? Ik heb een telefoontje voor jou. Ja. En die moet je zo meteen opnemen. Je moet niet zeggen dat ik hier ben. En het codewoord is Sophie. En je gebruikt het codewoord Jesse. Oké. Is goed. So I don't think I can do it, you know. Honestly, I don't think I'm gonna do it. Hello. Hello. Do you have the code word for me? I don't know. Maybe someone else can do it because I'm not a good actor, you know. Doesn't matter. You're a great actor. Believe in yourself and open it and. No. Pick up. Action. Yay. I can see you. Can you tell me what's inside? Yeah. Cut. You know the word? Oh no! Mission failed. We'll get him next time. Paka. Goedemiddag. Met wie spreek ik? Met Joran. Hi Joran. Heb jij misschien voor mij het codewoord? Ja, dat heb ik. Jesse is dat. Het codewoord is goedgekeurd. Heb jij toevallig de koffer met het bewijsmateriaal bij je? Ja, die heb ik ook bij me, hoor. Hallo? Goeiedag, met wie spreek ik? Met Daan. Heb jij voor mij het codewoord? Sophie. Goedgekeurd. Heb je de koffer met het bewijsmateriaal bij je? Ja. Kun je mij vertellen wat erin zit? Ja. Het is echt heel belangrijk dat niemand ziet wat je bij je hebt. Het is best wel gevaarlijk namelijk. Oh, no! Oké. Ik ga mijn best doen. What if there's a bomb? Wat als er een bom in zit dan? Kijk, ik heb erin gekeken. I would like to make an offer for the suitcase. How much are we talking? 500. I was thinking something like $1 billion. Oh, no, I'm not that rich. No, I can give you 500. 12,000 final offer. No, we have to end this call. I'm very sorry. Ja, 12.000, dat kunnen we niet doen. Ja, ik wil minstens 30.000 euro voor deze koffer. 30.000 euro? Nee, het maximale wat we je kunnen geven is 500 euro. Ja, daar kan ik niet mee akkoord gaan. Oké, hoeveel wil je ervoor? Ja, wat wil ik ervoor? Gaat het voor? Hoeveel is het je waard? Zo'n 500 euro? 500 is een beetje karig, denk je ook niet? Is het een beetje meer te denken aan... Stel, we gaan richting 3000, is dat oké? 1000 is het maximale wat ik je kan geven. Oké. We kunnen dit nu afhandelen. Kun je mij vertellen wat je ervoor wil hebben? Nou, geld hadden we al fijn. Maar aan hoeveel geld denken wij? Laten we zeggen 50 euro. Nou... Jij gaat veel geld hieruit krijgen, oké? Jij eist het. En actie. Nou, aangezien het zo belangrijk is, eis ik rond de 1000 euro. Dus wat zijn nou 100.000 euro? 100.000 euro, ja. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen, maar ik kan jou wel 1000 euro bieden. 1000 euro? Ja, je acteert het goed hoor. Oké, how much do you want? How much you got? I can give you 500. I'll take $100,000. $100,000? Why, is it not worth that much? No. Actually, no, hold on. I'm the one in charge here. I want $100,000. Whoa. Hoeveel wil je ervoor hebben? Oeh. Ja, zeg het maar. Ik kan je 500 euro geven. 500? Ik heb wel gehoord van jou. Ik heb gezien wat voor auto jij rijdt. Ik vind 500 veel te weinig. Wat wil je ervoor hebben? Ja, zet er maar een paar nulletjes achter, vriend.
Ja, dat gaat niet werken. Nee? Nou, prima, dan hangt toch gewoon op. 1000. Ja, prima. Oké, dan doen we dat. 10.000 zei je? Ik zei 1000. 10.000. Het is 1000 nu of niet? Hé, hey, geen spelletjes hè, 10.000. Lager ga ik niet. 1000. 10.000. 1000. Nee, ik heb er toch nog even over nagedacht, maar 1000 ja, vind ik schappelijke prijs, man. Oké, okay. Zie je die man met de rode pet achter je? Ik zal even kijken. Ja, hij staat voor mij. Alright, overhandig de koffer aan hem. Ja, yeah, het is. Ja, yeah, how are you doing? Goed, yes. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Heb je het fantastisch hier? Ik maak even voor de mensen thuis. Wow! Acteur van de dag! Gefeliciteerd! Succes! Oké, doei! Yes, wat een dag. En wat hebben we weer een hoop mensen in de maling genomen. Ja, en ik zeg je eerlijk, mensen hier konden beter onderhandelen dan ik had verwacht. Volgende keer gaan we gewoon weer ergens anders scènes schoppen. Dus als je dat wil zien, abonneer dan direct even op het Prime Video kanaal. Moet je doen. Subscribe, like. It's a wrap!